gaan. Meteen na het optreden van Hakkenbar, zaterdagmiddag in de tent met Helvoets Weekend. Hakkenbar, naast mij. Wanneer ben je een Hakkenbar lid? Wanneer ben je een supergabber? Als je je onderbroek op het podium durft te staan? Nee, als je zoals Mikey voor al die, hoeveel duizend kinderen waren het? Nou, wat ik net begreep, op jullie schatting meer dan 1500. Nou, 1500 kinderen als je dan... uit de zaal durft te komen, podium op durft te komen om je kaal te laten scheren. Dan ben je een supergabber. Echt een supergabber. Ja. Waarom die scène met die onderbroek? Gesponsord? Ja, we hebben een kledingsponsor. En, ja, het gaat zover dat ook het witte ondergoed erbij hoort. Dat is een trainingspak. Dat werd nog uitgelegd. Dat is van de Balinese kaalrups. En ja, alleen echte kenners zien dat. Nee, ik dacht dat het van de processierups was, maar dat was het niet. Nee. Als je het niet gezien hebt, ja, dan ben je... Wel, ik heb dat wel gezien. Ja, maar daarna deed je me uit en ik denk, daar show je dan mee, hè? Ja, dat was het trainingspak wat ik aan had. Zeg, super gabber. Het begon met Zwiebertje, althans, dat haal ik er dan uit. Als oude gabber, zoals we dat dan zeggen. Wat maakt dit nou een liedje geschikt om tot een soort Hakkenbar nummer te maken? Want zak eens even lekker door. FC Den Bosch. Je bent er geen supporter van, hè? Want, hou je van voetballen trouwens? Ja, ik hou wel van voetbal, ja. Als jouw clubje? Was mijn club, DWS. Amsterdam? Dat zit in Amsterdam, ja. Arie de Noude? Ja, Gullit, Rijkaard. Oh, die zijn er ook allemaal begonnen. Ja. Ja. Goed, maar even FC Den Bosch is niet. Maar wat maakt een nummer tot een Hakkenbar nummer? Ja, nou ja, gewoon als het een beetje gein in zit. Hè. Moet een beetje lekker lopen. En, Want hoe maak je zo'n nummer? Want daar komt Zwiebertje. Daar ben ik mee opgegroeid. Vervolgens deze generatie is in één keer, daar komt Gabbertje en dan spring jij op het podium. Dat is toch even iets anders dan waar ik vroeger mee groot werd. Waarom kies je dat nummer dan? Nou, ik heb dat nummer niet gekozen hoor, maar dat was Bob Fosco. Ja.
En die liep daarmee in zijn half met het nummer. Boem Boem Bartje, die is daar. Boem Boem Bartje. Die staat daar achter de schermen. Dit is nu op het moment ook de man achter de schermen, geloof ik. Ja, niet echt. Ja, nu. Letterlijk ja, maar straks stond hij toch midden op het podium, hè? Ja. En ze hadden dat idee en ze hadden alleen nog even een supergabber nodig die dat ging verkondigen. Ja. Hebben ze er lang naar moeten zoeken voordat ze iemand als jou gevonden hadden? Nee, dat was heel snel gevonden. Je vond het wel leuk? Ik zeg wel, ja. Je straalt ook ontzettend veel lol uit als je op het podium staat. Is er nou inderdaad die groep die daar staat, 1500 kinderen, verwachtingsvol? Want voor Helvoort is dat wat, hè, als Hakkenbar komt? Nou, dat is ook niet niks hoor, hallo. Wist je dat ze met bus hier naartoe gebracht waren? Nee, echt waar? Echt waar? Ik vind het gek, het was een hele toffe middag. Ik merkte het ook in de zaal, die hadden echt feest. En wij dus ook. Ja, het was een heel jeugdig publiek, dat zul je ongetwijfeld ook gezien hebben. Dat was de jongerenmiddag van het Helvoorts weekend. Ja. Maakt dat nou veel verschil voor je of niet? Of je nou voor een groep volwassenen of jongeren, waar er wat oudere jongeren staan? Dat maakt mij op zich niet uit, maar ik merk wel dat de jongeren er erg veel plezier in hebben. En ouderen die willen nog wel eens een beetje... Wat je tof overkomen en die blijven dan nog wat meer afwachtend aan de zijkant staan. En je moet gewoon gaan feesten. Ja. Gewoon gaan feesten? Gewoon feesten. Ja. Uit je dak? Gewoon uit je dak gaan, tuurlijk. Nog steeds? Ja, tuurlijk. Ja. Anders sta je er aan de kant en dan is het voorbij en dan heb je spijt. Ja. Zeg, jullie zijn met z'n vieren trekken heel Nederland door op het ogenblik. Is Hakkenbar nou een blijvertje of weet je van jezelf? Een jaar, twee jaar, drie jaar en dan is elke gril zoals deze misschien ook weer over. Of is het echt een blijver? De gabbermuziek. Ja, de gabbermuziek. Oh, de gabbermuziek weet ik niet. Of dat een blijver is. En ik... Maar Hakkenbar? Hakkenbar, ik denk dat de Hakkenbar gaat gewoon door. Ja. En als de gabber geen blijvertje is, dan... Hakkenbar is misschien wel waarschijnlijk wel een blijvertje. Of is gewoon een blijvertje en die... Kom wel weer met iets anders hoor. Waar komt het vandaan? Bedoel, je hebt de leeftijd dat je meer van die dingen gezien hebt, dat muziekstijlen opkomen en weer verdwijnen. Waar komt dit nou in één keer vandaan? De Nederlandstalige gabber, laat ik het dan zo zeggen. We hadden vorig jaar Paul Elstak, die zong anders in het Engels. Nu komen jullie met Nederlandse liedjes. Nou, dat kwam bij ons vandaan. Wij, maar Bob Fosco en Bart hadden een idee om... Op de melodie van een Swiebertje iets gaan doen. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Ja. En daar gabbertje, dus dat werd een house. Een gabberhouse beat ondergezet. Ja. En een leuke melodie van een gabbertje of van Swiebertje. Ja, dat pakt gewoon. Ja. En daar is het mee begonnen. En ja, de rest weet iedereen wel. En dan trek je in één keer zo'n kop over je hoofd. En dan word je in één keer een gabbersaurus, heb ik begrepen. Dan ben ik de gabbersaurus, ja. Wie is op dat idee gekomen? Dat is weer Benjamin Lanshoff, dat is weer de maker van de clip, gabbertje. En die had dat idee al een tijd geleden. Toen dachten we, die had het al en die deden we al met de optredens. Ja. En dat was wel een succes met die optredens ook. Dus dat wordt gewoon een nieuwe single. Ook in het kader dat wij ook een hardcore plaatje... Dus. Je bent een hartstikke aardige gabber. Wat me nou mij bijblijft van de clips is altijd dat verschrikkelijke hoofd dat met die lange tong in de richting van de camera gaat. Daan hebben we de camera. Zou je dat nog één keer willen doen met een verschrikkelijke gabbersaurus oerschreeuw als afsluitend interview? Je mag even nadenken, alles eruit. Wil je dat nog een keer doen? Nou, scoor je het er spontaan uit. Komt ie. Nog één keer. Hakkenbar met de gabbersaurus. Hakkenbar! Dacht het wel. Dankjewel, dit was die. Dat is wel een goede bit trouwens. Hè? Wat nou? Alles in de gaten. Rollen per huis funk. Alles in de gaten.